Ja, het jaar zit er bijna op, 2022. We hebben heel veel video's gemaakt bij Weerplaza. Momenteel is Roosmarijn met een van de laatste weerberichten bezig voor dit jaar. En misschien is het wel even leuk om mee te gaan kijken wat ze nou precies aan het doen is. En daardoor hebben we ook grote kans op records. Hey Roos, ik onderbreek je eventjes, want het jaar zit er bijna op. We hebben wel meer dan 500 weersverwachtingen gemaakt vanuit deze studio. En het leek mij leuk om nog even terug te kijken, de mensen te laten zien wat we onder andere allemaal hebben gemaakt. Het is echt een kleine greep uit heel veel video's. Ja, we hebben natuurlijk van alles en nog wat gehad. Weerberichten, explainers, storm, hitterecords. En we hebben dat natuurlijk met een heel team gedaan. En ook heel veel mensen achter de schermen, dus die wil ik ook heel erg bedanken. En natuurlijk alle kijkers thuis, nieuwe kijkers, trouwe kijkers, iedereen die onze weerberichten bleef volgen. En we hopen jullie natuurlijk in het nieuwe jaar heel graag weer terug te zien op ons YouTube-kanaal. Daarachter volgen nog een aantal losse buien. Komt dat en morgen wel maar die storm die begint wel langzaam aan onze kust te bereiken. Inmiddels is het windkracht 11, een zeer zware storm. Met windstoten van meer dan 130 km per uur. Oh nee, de camera! Vaak bij onschuldige bloemkoolwolken. Met veel neerslag hoef je dan. Hier zien we zoiets. Met mijn loop kan ik u dat goed laten zien. En is er geen houden meer aan? Fikse wolkontwikkeling en daardoor zie je geen hand voor ogen. Houd vergiet in de zon en kijk naar de schaduw die valt op een vlak oppervlakte. Zorg ervoor dat wij een slaapritme hebben, maar regelt ook onze bloeddruk, lichaamstemperatuur en hartfrequentie. In het verleden bedraagt die kans nog geen 7%. De laatste keer was in 2010. Het levert natuurlijk wel hele mooie beelden op, beelden waar we als schaatsliefhebber natuurlijk op zitten te wachten. Even naar de kans op warmte en hitte de komende tijd. Nou, dan zien we dus dat we de komende week te maken hebben met een hittegolf. Dit jaar behoort wel tot de top 5 van de droogste jaren in deze tijd van het jaar. Dit gemaal was ooit bedacht om pak een beetje een keer in de 10, 20 jaar aangezet te worden. Jupiter, Saturnus, Mars en Venus. Bij buien zie je dus vaak regenbogen en bij rustig weer met een hoge luchtvochtigheid heb je juist kans om een mistboog te zien. Hoor je vaak eerst een knap of een klap. Kooi van Faraday, die leidt de stroom als het ware om je heen. Drie van onze meteorologen zijn vertrokken naar Amerika. Waarschijnlijk weer een tornado aan de grond. Ze zoeken grenzen op en komen oog in oog te staan met moeder natuur's grootste kracht. Valwinden zijn altijd goed te herkennen in het schadebeeld, omdat alle bomen dan dezelfde kant uitvallen. En dus ik hoop natuurlijk mij dus nog aan, want ik zie dat steeds dingen beginnen uit.